Hallo dames en heren en welkom alweer bij deze hele nieuwe video van Farming Simulator 2020 Zero Money. Vandaag zijn we natuurlijk weer op de boerderij en vandaag staan er drie jobjes op de planning. Het eerste jobje is namelijk een veld gaan ploegen. Veld 18 moet geploegd worden, dus dat is het eerste jobje dat we hebben vandaag. En het tweede jobje is namelijk een veldje gaan bemesten hier een beetje verder in de buurt. Dus ja, dat zijn dus de twee dingetjes dat we vandaag gaan doen. We gaan wel kunstmest moeten aankopen. Ik denk even dat ik met de auto naar de winkel gaan rijden en namelijk daar kunstmest gaan komen. Ik denk, ja, ik ga van eerst iets van 8 aankomen ofzo. Dat is gemakkelijk. Dus de vent kan namelijk hier verder aan werken. Kursplay. Ja, zoiets. Is dat wel? Hè? Right, voilà. Die kan dus verder. Dan gaan we met de auto. Oh. Of hoe gaan we dat doen? Ja, we gaan het met de auto doen. Nou, we moeten even namelijk een paar zakjes hier hebben. Dus dat is gemakkelijk voor ons. Om dat een beetje zelf bij te houden. Anders moeten we heel de tijd naar de winkel gaan. Dat is ook wel een beetje irritant. Dan hebben we een eigen voorraadje. Kan je kwaad. Dus ja, als je deze video nu al leuk vindt, vind je dan zeker niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. Dat is ook echt heel erg. Oh, die auto is zo hatelijk op terrein. Maar ja, vergeet hem zeker niet te abonneren en te liken. En ja, ik zie jullie terug als ik mijn kunstmest mee heb naar huis. Dus tot straks. Zo, voilà, we zijn weer op de boerderij. En ja, we gaan. Oh ja, pijn nou dat hier aan proberen te zetten. Oh. We gaan dat met de verrekker aanpakken. Ik hoop dat ze lepels breed moesten, maar ik vrees er een beetje voor om ze altijd tegelijk te aanpakken. Maar ja, wie weet, misschien lukt het wel. Misschien lukt het niet. Hopla. Alsof het ervoor gemaakt is, vindt. Alright, dan gaan we deze nog aanhangen. En dan gaan we van deze keer met de New Holland hieronder gaan rijden. Dan kunnen we van deze keer ook weer herladen. Hè. Dat is zo irritant hè, met de verrekker. Bekijken hoe dat alles moet. Ja, en wat is die nu weer? Hopla. Nog meer. Allee, kijk. Ik zie nu echt slecht chauffeur, niet normaal. Alright, dus we gaan dan de New Holland pakken. En ja, straks gaan we ook nog alle onze silagebalen ook nog wegdoen. Dat is ook nog de bedoeling. En dat ene stukje zijn, dat gaan we pas in december doen wanneer we. Ja, ik weet niet. Dat zijn is nog niet echt per se nodig. Enfin, dan pakken we de New Holland. We gaan wel een frontgewichtje aandoen aan Nieuw-Holland, want het gaat veel te zwaar zijn. Ja, dat beestje kunt er niet aan.
Nee, onze kleine trekker. Ik zal er niet voor. Waar staan ze frontwet hier? Ik ben wel echt nog altijd blij met onze Nieuw-Holland. Echt een topmachine. Werkt perfect, is ideaal. Alleen hij zou wel een keer gerepareerd mogen worden, maar zolang dat hij niet op heeft, is het goed. Zo, so, voilà. Ik ben nu nog twee zakjes in de. Deze quest was toch weer verbruikt, wel redelijk wat. Maar. De prijs betaalt zich ook wel vanzelf terug, normaal gezien. Zou je zeggen. Die gaan we van eens keer onder aan de hark die dingen doen. Voilà. Ja, met slash bouwen, we gaan toch wel redelijk wat verdienen, weet je ermee? Voilà. En nu gaan we in de rechtstreeks naar het veldje. Dus ik zie jullie als ik bij het veldje ben. Dus tot straks. Zo, voilà, we zijn bij het veldje toegekomen. We gaan eerst een keer dat ene zijtje, dat zijkantje doen. Dan zoek daar ook vanaf. We gaan het al in één keer niet kunnen doen, denk ik. Nee. Ja, het is wel een beetje moeilijk te zien waar je gedaan hebt. Maar dat gaat wel in. Nee. Dus dit is ook een mooi vaaltje om te bemesten. En ja. We zullen het wel zien, dus ja. Dus ja, ik weet niet wat ik zou zeggen. Of ja, zie ik ongeveer jullie in de helft. Dus bijna om te gaan doen. Dus ja, tot straks. Ja, voilà, dit veldje is al klaar. Dus dat is helemaal goed. Dus we hebben 23% gebruikt van onze. Ja, ongeveer 1000 liter verdienen wij denk ik net niet terug. Die 1000 liter, denk ik, ik heb geen idee hoeveel is al opbrengst hiervan. Af, ah, of hier, ja, we gaan ongeveer 8000 euro verdienen. Is prima, oké, we hebben wel verlies gemaakt verleden, we hebben 12.000 euro. Ja, kijk, het is nu zo. Het is nu zo, maar we gaan het wel terugverdienen aan het einde van het jaar. Het kan niet altijd elke maand winst maken. Je moet het een beetje opbouwen. Er is soms een keer een maand met verlies en een maand met heel veel winst. Maar ja, het probleem is nu is een beetje alles op hetzelfde moment. Bijvoorbeeld verkopen is meer in december. Het is een beetje irritant dat het al een beetje op hetzelfde moment is. Maar ik probeer er wel een beetje veranderingen te maken. Door een beetje andere dingen te gaan brengen voor op de boerderij. Maar ja, de machines en het geld moeten natuurlijk ook toelaten. Bijvoorbeeld, die bomen moeten ooit ook een keer weg. Maar ik ben misschien ook echt nog van plan om een plankenfabriek te kopen. Omdat dat dan ook weer al dat hout maakt. Ja. Maar ja, we zien het wel. Er is nog geen nood aan, hè. Dus deze kun je hier neer stockeren. En dan kunnen we namelijk met de verrijker, ja.
Namelijk beginnen met alles op te kruisen, alle baaltjes. Ja. Dat moet ook gebeuren, hè. Dus ja, vandaag gaat sowieso niet zo'n lange video zijn. Ja, omdat er eigenlijk niet zo heel veel te doen is. Maar ja, ik wil ook wel graag een keer bieten gaan oosten, bieten zaaien. Maar daar heb ik een speciale zaaimachine ervoor nodig. En ja, voor de bieten, ik kan wel een keer een bietenmachine huren, maar... En dat is ook weer, bieten is ook weer zo groot en ja... Het duurt wel nog redelijk lang tegen dat je dat klaar hebt, zeker als je zo'n groot veldje hebt. En ja, wat je dan met die bieten gaat doen, je kunt er al suiker van maken, heel leuk en aardig. Maar we hebben nog altijd geen suikerfabriek of zo, of een fabriekje waar we iets mee kunnen doen. Dat is wel een beetje het probleem aan season gebonden. Je moet altijd met season meegaan. Je kunt niet blijven staan. Maar sowieso, voor de volgende farming simulator wil ik een beetje meer story mode doen. Dit is ook wel story mode, maar ik vind het nog niet echt genoeg verleend met andere mensen dat ik gekeken heb. Oké, het is wel heel leuk, hè? Maar het pakt ook wel tijd in. Bijvoorbeeld, ik heb gezien van Block Games, dat is een beetje hier dat ik story mode van gepakt heb. Of Zero Money is een beetje mijn eigen serie. Maar ja, kijk, we zien het wel. De salade is dan nog 2000 liter water. Dat kan ik dan nog een beetje bijvullen. Ja. Dan gaan we dat dan doen. We gaan dat een beetje bijvullen dan. Maar ja, kijk, we hebben wel al heel veel bereikt in onze boerderij, sowieso. Maar het kan altijd nog meer. Het kan zeker nog altijd meer. Maar je kan natuurlijk niet altijd de grootste dingen verwachten. Hè. Maar ja, ik ga even nog de baltjes van het veld halen en ik zie jullie als ik daarmee klaar ben. Tot straks. Voilà, dat zijn hier de laatste baltjes. Dus geen probleem, hè. We hebben ja, een mooie lading. Zeker een mooie lading. Niet tegen de mooie godver. Ja. Dat is me wel even jammer, hè. Dan hebben we helemaal weer om zeep, hè. Hoppa, zet hoor. Ja. Voilà. Ja, nu is het nog allemaal gras, maar ja, dat moet nog 24 uur rijpen en dan wordt dat kuilvoer. Althans, dan is het al december, hè. Ja. En de vent is ook al lang klaar, maar ik had het zelf niet door. Dus ja. Dat is ook gemakkelijk. Dus we gaan kijken in hoeveel dat we verdienen aan hier vandaag. Verzamel. Ja. Mooi. Zullen we aan de vent even wegleggen? En vandaag is het is alweer vandaag mooi geweest voor vandaag. Oelala. 10.000 liter. Ja. Die kan wel eens even ver. Als die dan minder hem normaal zien. Ja. Alleen het kan wel minder in. Dat is het probleem. Maar ja, we gaan nu geen zot aankomen doen. Nee. We zetten beter die. Maar ja, ik ga de machine even afspuiten, maar ik ga dan hierbij deze video afsluiten. Dus ik wil je sowieso allemaal bedanken om naar deze video te kijken. En ik zie je allemaal de volgende keer weer terug. Dus ik zeg, tot de volgende keer. Yo.